Goedemiddag allemaal, we gaan jullie vandaag een rondleiding geven op ons trainingskamp in Zeeland. Ik ben vandaag met Tommy, de grote heer. En ik ben Quinten. Oh. Ja, dat is goed, ja. Kom. Ja? Dit zijn de receptionisten. Ze zijn ook allemaal heel lief allemaal. Die helpen ons goed. Nu we het toch over de vrouw hebben, ladies first. Yes, Quinten. videoruimte om iets te kijken. Daar gaan jullie binnenkort meer over weten. Ja, dat komt vanzelf. En hierop verder is het pingpongen. Pingpongen. Of niet, Dave? Laat mij eens even. Kijk, hij gaat het even laten zien. Ik ga het even laten zien, boys. Tot de 1, tot de 1. Ik ga een lesje geven. Oké, we gaan door. Dit was heel water. Heel zwaar. Dus dit is dan de gym waar het... En vertel, wat doe jij vooral dan in de gym? Ook gebeurd. Mensen willen van je leren. Ze willen oefeningen van je horen. Misschien even een oefeningetje laten zien. Ja, dat even zien. Ja? Moet ik het even laten? Ja, laat maar zien. Tot Tommy wel. Oh. Dan gaan we, ja. Hoeveel? Oh, heerlijk hoor. Dat shirtje moet eigenlijk even uit. Sterk. Lekker hè? Ja. Muscle dips en zo. Dit? Heerlijk. Beetje fruit ook erbij. Chidrangs erbij. Is niet elke dag hè? Nee, is niet elke dag. Gelukkig dat we dit mogen krijgen. Ja, hier is het zwembad. Hier heb je sauna. Kom even verder. Ah, ziet er wel goed uit hè? Dan zie ik je ook nog lekker chillen. Beetje ontspannen. Zwemmen, ontspannen ja. Beetje zweten ook. En ook trainen, toch? Ja. De geblesseerden die komen hier soms om... Om te trainen, ja. Om een beetje te trainen. En die boys zitten ook lekker te chillen. Lekker, niet? Boys. Lekker wezen. Hey. Kom binnen. Ja. Dit is dan de fysioruimte. Hier ligt Willem dagelijks, bijvoorbeeld. Deze man heeft de meest nieuwe fysioruimte geweest. Deze oude knakker die je één... Middag, ja? Komt hij weer. Ah, jee. Snel doorlopen. Hij wil niet op camera. Maar hebben jullie dit? Ik wou net zeggen, ja. Jullie hebben de grootste kamer, heb ik gehoord. Dus ik ben ook wel benieuwd eigenlijk. Kijk eens aan. Dus dit is de kamer dan. Normaal. Van Rick en ik. Deze van jou. Ik slaap hier. Oh, ze hebben gewoon een extra kamer ook nog erbij, ja. Normaal. Dit is dan mijn kamer. Zo, dat ziet er wel goed uit, hè? Ja, het is iets meer opgeruimd dan bij jou, hè? Dat zit allemaal. Die van mij was ook redelijk. Nou, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen fiets. Op maat gemaakt. Dan moet ik even zoeken, hoor. Het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde. Je hebt geen kleine, joh. Je hebt wel een kleine, eentje van Otje. Ja, dit is wel een kleintje. Otje, ja, en we hebben ook een driewieler voor Quinten, maar die kan ik even hier niet vinden. Deze van Tom. Dat is even jammer. De blauwe is van Davy. Die eist hij altijd op. Niet vergeten. Hij wil laten zien dat hij een jongetje is. Maar wij zijn mannen, dus wij hebben gewoon zwart. Hier liggen dan... Hier wordt alles klaargelegd eigenlijk. Trainingskleren, wedstrijdkleren. Ja. Netjes opgevouwen ook allemaal. Timber. Nou, van alle andere jongens natuurlijk. Wordt allemaal goed verzorgd, hè? Dus het wordt allemaal geregeld door onze materiaalman Jorrit en... En Naomi. Dus dat hebben ze goed voor elkaar. Zo kunnen wij elke dag zonder zorg gewoon trainen met onze kleding aan. Ja, wie ben jij? Vertel eens even wat over jezelf. Ik ben Adam. Adam wie? Maar jij? Heb je gisteren weer een prijs gepakt, jongen? Ja, mooie prijs. Ja? En we hebben 2 gewonnen, dus dat was wel lekker om mee te nemen. Ja, wat ben je nu aan het doen? Oh. Wat ben je nu aan het doen? Wat ben je aan het doen? Wie is nou aan het praten? Allebei zijn we aan het praten. Ik wil ook wat zeggen, ja. Dan gaan we daarna op de helft. Okay. Maar we konden zien dat je heel blij was met de cup. Je gooide het ook op Instagram. En heb je ook leuke reacties gekregen van de fans? Ja, zeker. Zeker mooie reacties, ook van mijn teamgenoten. Dus dat zat wel goed. En het is mooi dat we die prijs hebben gewonnen. 1 keer gespeeld, 1 keer gewonnen. Dus dat zijn we wel genoeg over onze kwaliteit, toch? Hoe is het? Joris, hoe is het nou? Oh, het is weer een robbeltje met Joris. Jongen. Zit je er niet lekker in, maatje? Wat heb jij hier gedaan? Wat hebben we hier gedaan? Was oorlog hier, joh. Dit is wel echt... Zo. Ja. Ik ben er ook bij. Geef hem even wat zeggen. Nee. Hoezo? Wat ben je aan het doen? Vertel eens. Ik ben even
Ga je kamer nog opruimen of hoe zit dat? Dat is Maarten's ding. Maarten is de jongste. Oh, het is Maarten. En jullie hebben een potje Uno gespeeld, zie ik? Ja, een klein potje. Ja. Hij weet even niet wat hij moet zeggen. Oké, maar je wilt Maarten nu dus hier aan linken. En wat is jouw bijdrage hierbij? Delegeren. Delegeren? Word jij dan de nieuwe captain? Joris van Overheen? Nee, dat is voor Tommy. Ik heb zien shine in het filmpje. Hè? Welk filmpje? Snap ik niet helemaal dat je nu een shirt aan hebt. Yo, Silly. Ruben. Fuck up, boys. Hoe is het dan? Ja. Lekker? Wat zijn jullie aan het doen? Uitrusten. Filmpje aan het kijken. Filmpje Netflix kijken. Of? Nee, alleen Netflix. Alleen Netflix. Okay, alleen ja. Netflix. Dan PlayStation bij zie ik ook. Wie is de beste dan met FIFA? Sowieso. Ja? Jij wil niet eens praten? Ik wil niet eens praten, maar FIFA sowieso ik. We hebben de minst royale kamer. Zoals je ziet. Mijn compagnon hier. Erik. Misschien moet hij zichzelf ook nog even voorstellen. Erik Koes, Leeuw. In your best distance. Mijn naam is... Erik Uschlinger, Toyota. Bisbal. See you later. Ik ga steken. Dus dat was hun kamer. Dames en heren, dit was dan de rondleiding in het hotel. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. En dat we een beetje alles hebben kunnen laten zien. We moeten lachen, ik weet niet waarom. Ik weet ook niet waarom. Maar ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En wie weet tot snel weer tot in snel. Het seizoen. In de eerste wedstrijd weer. Dat is belangrijk. Dat de supporters er weer bij zijn. Tegen Sparta. Dat ze ook deze jongen, Quinten, zien shinen. Bij zijn eerste heel team gaan zien shinen. Heel team. Dat is belangrijk. Ciao. Later. Ciao.